dit moment niet binnen. We komen dan bij de rotonde. En dan zijn we schatbaar de laatste kilometer, want de achterlijn, als je ziet, zal het volgende week voor ons nog. Zal voor ons het gas erop gaan, want dan zullen de mensen ook het eigen tempo gaan maken. Wij gaan er even met de mensen die de mannen oppakken, ze zitten achter ons, we gaan het gas erop. Wij gaan ze deze kant op krijgen, want de mannen zitten dus in die laatste kilometer. Zoals Hans al weten zeggen, gaan ze hier dus meteen voor de eerste maal doorkomen. De mannen in het peloton, zojuist was de numeratie hier. Numeratie van nummer 91, Dennis Deelen, werd teruggegrepen en zijn ploeggenoot Erik van der Meek stond daarna in de aanval. Maar zojuist tegen moeten we wel weer gesloten. Wie weet gaan de mannen hier aanvallen als ze in de straat hier doorkomen van de lichte worden. En dan hebben zij een omloop erop zitten van 56 kilometer. De eerste van drie omlopen hier dus in de dorpenomloop van de lichte worden. De dorpenomloop die dus gesponsord wordt onder meer UPC, Rabobank, Opink, Ster en Elektronica en de Stuurman en Schoenen. Dan zien we hier de wedstrijdleider passeren en dan gaan we hier zometeen de eerste maand langs zien komen. Over 500 meter komt de finish passage, dat betekent dat de mannen hier zo meteen door gaan krijgen bij een lichte voor op de streep. Dat doet zij over het toezicht van meerdere mensen in het publiek, zoals bijvoorbeeld de familie Hamelink die hier naast de jurywagen ziet staan. Supporters natuurlijk voor Jasper Hamelink, die rijdt in het peloton en die ons zojuist voor de stad vertelde dat hij aankomende week van start gaat op het Europees kampioenschap voor belofte waar hij de tijdrit zal rijden. We zien op dit moment de mannen doorkomen. Een gesloten peloton met de mannen van het rode Specialized Cycling Team op kop. Zij houden het tempo hoog en daarmee aan de leiding op dit moment het nummer 94 van de Verschalland is. Gesloten peloton dus met de rode mannen van het Kleine Cycling Team. We krijgen hier natuurlijk de mannen door Rutger Stellevis als de eerste man die doorkwam. Stefan Bremers en een man die we hier ook spraken hier uit de regio Barhouwers. Hij kan als derde overgestreven voor Arne Hasselt en Rudy Vries. Dan heb je de renners hier dus voor de eerste maal door krijgen we ook de materiaalwagens van de diverse ploegen overgestreven. We hebben dus een omloop van 56 kilometer opzetten. We gaan eens vragen aan Hans of wij hier al zo meteen wel op de hoogte.